Vandaag een antwoord op de vraag van Mieke. Mieke is al een tijdje bezig met een dieet, want Mieke wil graag gewicht verliezen. Dit gaat erg goed, want Mieke is sinds de start van dit dieet ook al best veel gewicht verloren. Heeft al best veel gewicht verloren. Mieke heeft zo'n super deluxe weegschaal, welke niet alleen haar totale lichaamsgewicht weergeeft, maar ook onder andere haar vetmassa weergeeft. En wat heeft ze gemerkt? Ze heeft gemerkt dat haar dieet wel goed zorgt voor gewichtsverlies, dus een daling van haar totale lichaamsmassa, maar helaas niet goed zorgt voor het verlies van vetmassa. Want ondanks dat haar totale gewicht is gedaald, al best wel veel, is haar lichaamsvetmassa nog niet zozeer gedaald. Nu had Mieke gehoopt en ook verwacht dat wanneer ze bij naast haar dieet zou gaan sporten, dat ze dan wel een daling van haar vetmassa zou gaan waarnemen. Op haar weegschaal die dat dus heel mooi kan weergeven. Maar helaas, behalve dat ze sinds ze is gaan sporten bij naast haar dieet, wel nog wat meer en ook wat sneller gewicht totaal lichaamsmassa heeft verloren, heeft ze nog steeds niet meer vetmassa verloren. Ondanks dat ze dus een dieet aan het volgen is en aan het afvallen is en nu ook nog extra aan het sporten is. Ze verliest wel gewicht. Dat gaat goed, maar vetmassa daalt niet echt. Dus de vraag van Mieke is, hoe kan dat? Dat mijn vetmassa niet daalt en nu ook niet is gedaald sinds ik ook nog eens aan het sporten ben. Hoe kan dat? Nou, Mieke, je hebt twee soorten processen die vaak verward worden met elkaar. Namelijk de afbraak van vet, dat wil zeggen de splitsing van grote vetmoleculen tot losse kleinere moleculen, glycerol en vrije vetzuren. Want daar bestaat een vetmolecuul uit glycerol en vetzuurketens. Dat is de afbraak van vet, dat is een proces. En je hebt de verbranding van vet. En die vindt plaats in je cellen. En dat proces wordt beta-oxidatie genoemd. En pas wanneer er volop vetverbranding, dus dat proces genaamd beta-oxidatie plaatsvindt in de mitochondriën van je cellen, dan zal je lichaamsvetmassa dalen. De afbraak van vet in je lijf, dat wordt gestimuleerd op het moment dat er stresshormonen worden afgegeven in je lijf onder andere. En dat is wanneer je superactief bent ineens, wanneer je gaat sporten. Maar de afbraak van vet, dat is dus die splitsing tot losse moleculen, garandeert nog niet de verbranding van vetzuren in de mitochondriën van je cellen. Dat proces genaamd beta-oxidatie en garandeert dus ook nog helemaal niet het verlies van vetmassa. Een daling van jouw vetmassa, want dat is pas wanneer er volop beta-oxidatie, de verbranding van vetzuren, in de mitochondriën van je cellen plaatsvindt. En dat vindt juist niet plaats ten tijde van activiteit, sport. Want de verbranding van vetzuren in je lijf, een proces genaamd beta-oxidatie, dat vindt enkel plaats in tijden van rust. En dus niet gedurende hoge lichamelijke of hoge geestelijke activiteit. Dus jij moet voldoende uren geestelijke en lichamelijke rust hebben, wil je lichaamsvetmassa kunnen dalen, want de verbranding van vetzuren in de mitochondriën van jezelf vindt enkel plaats in tijden van rust. Maar ook wanneer je voldoende uren geestelijke en lichamelijke rust hebt in je dag, dan garandeert het ons nog niet dat vetverbranding plaatsvindt in je lijf. De verbranding van vetzuren in de mitochondriën van je cellen. Want dat jij geestelijke en lichamelijke rust ervaart, garandeert niet dat je lichaam rust ervaart. Want je lichaam ervaart pas rust wanneer het goed in staat is om met behulp van hormonen je bloedwaardes op een constant en ideaal peil te houden.
Want ja, dat bepaalt je overleving. En dus ervaart je lichaam dan pas rust. En je lichaam kan pas onder invloed van hormonen je bloedwaardes op peil houden wanneer het in een goede voedingstoestand verkeert. En dat wil zeggen wanneer je lichaam voortdurend goed voorzien wordt, aangevuld wordt in vocht en alle essentiële voedingsstoffen. Betekent dat wanneer je tot nu toe met jouw dieet nog totaal geen verlies van vetmassa hebt bereikt. En dat verlies van vetmassa is dus afhankelijk van voldoende geestelijke en lichamelijke rust in je dagen en de aanwezigheid van een goede voedingstoestand in je lijf. Dan heeft jouw dieet tot nu toe niet goed bijgedragen aan het behoud van een goede voedingsverstand in het lijf. En moet jouw dieet dus aangepast worden. Want ja, als jij datzelfde dieet gaat aanhouden en gaat sporten daarbij naast, beperk je ook nog eens de uren geestelijke en lichamelijke rust in je dag. Want ja, als je gaat sporten, word je actiever en ja, heerst er dus minder rust in je lijf. Gedurende het sporten wordt je lijf ook nog eens sneller dan anders uitgeput, raakt jouw lijf ook nog eens sneller dan anders uitgeput van vocht en voedingsstoffen, waaronder die essentiële voedingsstoffen. Dus de voedingsstoestand in je lijf zal sneller verslechteren gedurende het sporten, gedurende hoge activiteit. En ja, wanneer je dieet dus kennelijk niet bijdraagt aan het behoud van een goede voedingsstoestand in het lijf, dus het aanvullen van vocht en essentiële voedingsstoffen van je lijf voldoende en optimaal, ja, dan gaat het sporten extra bijna dat dieet, wat dus niet goed zorgt voor het behoud van een goede voedingsstoestand in het lijf, niet zorgen voor opeens dan de verbranding van vetzuren in de mitochondriën van je cellen. Want dat vindt dus enkel plaats in tijden van rust. En rust ervaart je lichaam pas wanneer het in een goede voedingsstoestand verkeert. Dus wanneer jij graag wilt dat behalve dat je totale lichaamsgewicht, lichaamsmassa daalt, ook je vetmassa daalt, ja, dan moet je er dus voor zorgen dat jij je dieet optimaliseert in vocht en essentiële voedingsstoffen, zodat je dieet goed gaat bijdragen aan het bereiken eerst is en dan het behoud van een goede voedingstoestand in het lijf. En dat jij zorgt voor voldoende uren geestelijke en lichamelijke rust tegenover uren van geestelijke en lichamelijke activiteit. Want enkel dan vindt dus beta-oxidatie, de verbranding van vetzuren in plaats van glucose in de mitochondriën van je cellen plaats. En dan pas wanneer dat volop plaatsvindt in je lijf, ja, zal je lichaam vetmassa dalen.